Dit is Venlo Vandaag met de volgende onderwerpen. Jeugdvereniging De Meulenwiekers uit Venlo-Zuid mag de boerenbroelof het komend seizoen organiseren. Dat heeft vastgeloofsgezelschap Jokus gisteravond besloten. Rijkswaterstaat geeft volgende week voorlichting over het beheer van de natuur langs de Maas. Onder andere het gebied Romeinenweert komt dan ter sprake. En in de hal van Vicary Venlo is de komende tijd de tentoonstelling tussen kunst en kids te zien. De expositie is het resultaat van een kunstproject voor kinderen. Goedenavond. De Meulenwiekers uit Venlo-Zuid mag het komend seizoen de boerenbroelof organiseren. Dit heeft vastgeloofsgezelschap Jokus gisteravond besloten. De Meulenwiekers viert dit jaar het 44-jarig jubileum. Ieder jaar zijn meerdere verenigingen kandidaat voor de organisatie van de boerenbroelof. En die vinden natuurlijk allemaal dat ze het verdienen. Het belangrijkste criterium is dat de vereniging jubileum heeft. Voor Jokus is het lastig om een keuze te maken, omdat verenigingen die niet worden gekozen automatisch weer jaren moeten wachten voordat ze in aanmerking komen. Als je eens kijkt naar normaal gesproken de aanmeldingen voor een boer-broelof gezelschap, dan zie je dat het ieder jaar best een groot aantal verenigingen is. Met die verstande dat als ze dan heel kritisch toch nog eens kijken, blijven er dan maar heel weinig verenigingen over, waarvan ze zeggen van oké, daar hebben we nog een goed gevul bij en die zullen dat kennen en die kunnen dat woord maken. Dit jaar hadden we gedacht dat er een hele hoop meer verenigingen zullen komen. Achteraf gezien, dat was in ieder geval mijn persoonlijk gevul erbij, achteraf gezien zie je dan toch dat we ongeveer op datzelfde aantal blijven hangen, hetzelfde aantal van verenigingen die zich aanmelden. Maar wat dit jaar absoluut opvalt, is dat het aantal verenigingen waar we dat gevul bij hadden, ja, dat was wel een heel stuk grutter. En het heeft gisteravond in de bestuursvergadering van Jokus het voor ons wel moeilijk gemaakt, want we hadden echt iets te kiezen. En ondanks een levendige discussie die vervolgens heeft plaatsgevonden, hebben we uiteindelijk echt vol overtuiging en unaniem gekozen voor de Meulenwiekers, want dat is de vereniging die dat dit jaar moet gaan doen. De Meulenwiekers uit Venlo-Zuid mag het dus gaan doen komend jaar. Volgens Jokus een sprankelende vereniging. Het is een specifieke jeugdvereniging en dat wijkt af van de verenigingen die afgelopen jaren de boerenbroelof hadden. Meulenwiekers is in de kern een kleine vereniging die zich richt op jeugd natuurlijk. We hebben een tachtigtal jeugdleden. We hebben nog een aantal oudere leden zoals we die hebben, die bezighouden met badminton, met volleybal. Die Chante Lappenkoer is ook een onderdeel van de Meulenwiekers. En een hondenclub die hier in het gebouw acteert. Doorneven hebben we natuurlijk als medewerkers die alle activiteiten mogelijk maken. En doorneven hebben we weer een hele grote groep van vrienden van de Meulenwiekers. En dat geeft ons de basis om te kunnen putten, denk ik, voor de organisatie ongeveer 250 man. Waar we beroep op kunnen doen om te zorgen dat het een succes wordt. De Meulenwiekers volgt honk- en softbalvereniging Mustangs op. Die club nam de organisatie volgens Jokus op een voortreffelijke manier op zich. De Meulenwiekers heeft dus een uitdagende opdracht. Toch is het nog te vroeg om vooruit te lopen op de invulling van de broelof. Die doelstelling hebben we natuurlijk. Protocol Plus hebben we het genoemd. Protocol moeten we blijven voeren. Alleen dat Plus, ja, dat is nu nog te vroeg om door over uit te wijden. Maar reken maar dat de Meulenwiekers samen met de jeugd in stoord is om het zodanig neer te zetten. Dat we misschien even goed zien als de Mustangs. Want Mustangs hebben het natuurlijk ook prachtig gedaan. Maar we proberen het te overtreffen. Iedere vereniging kreeg van ons dan ook de ruimte om door uw eigen invulling aan te geven. Maar we vinden het ook leuk om gans andere verenigingen, andere soorten verenigingen eerder joh te kiezen. Want op die manier werd ze tot iedereen er ook zijn eigen draai aan gaat geven. Zodat die boerenbroelof, ondanks het feit dat alle tradities die eraan ten grondslag liggen, toch ieder joh weer iets sprankelends, iets nieuws kreeg. En met de Meulenwiekers zien we ervan overtuigd dat dat gaat gebeuren. De Meulenwiekers organiseert door het jaar heen onder meer het Plankenkoortsfestival en het Tax-Free Festival. Het grote voordeel is dat de vereniging ondersteund wordt door een joekskapel uit eigen gelederen, Hulster Heinke. Een prachtige eigen hoeskapel die garant staat voor een schoonstukje muziek en die sfeer kan brengen in elke zaal. En dat hopen we dat we dat gewoon kunnen doen met Hulster Heinke. Voorop een stukje Remy Demi maken waar ze bekend om staan. En dat dat een aanvulling is op de, zullen we noemen, de broelof gewoon en het Ola Dieja. Dus ik heb er zin in. Het absoluut hoogtepunt voor de Meulenwiekers is op dinsdag 24 februari. Dan wordt het broedspaar in de onecht verbonden op het Venlose stadhuis.